Vanwege de reeks strengere eisen zijn de materialen voor oliekeringen in de loop der jaren veranderd. Het elastometer dat vroeger voor oliekeringen gebruikt werd, is gewijzigd, zodat het materiaal beter bestand is tegen hoge temperaturen en langer meegaat. Momenteel wordt de toepassing van polytetrafluorethane voor oliekeringen steeds populairder. Dit materiaal wordt aangeduid met de afkorting PTFE. PTFE is niet alleen uitstekend bestand tegen alle omstandigheden waar olie in moderne motoren mee te maken heeft, maar heeft ook minder wrijving met het raakvlak van de as. Doordat de wrijving lager is, zal de as minder snel slijten. Daarnaast is PTFE zeer temperatuurbestendig en dus uitermate geschikt voor hoge temperaturen in moderne motoren. De PTFE oliekeringen moeten zorgvuldig gemonteerd worden met behulp van de meegeleverde plastic kraag. De plastic kraag mag niet verwijderd worden voordat de kering is aangebracht en de PTFE lip mag niet aangeraakt worden om vervuiling te voorkomen. Breng de oliekering altijd aan op een schone en droge as, zonder olie of vet. Voor de montage van PTFE oliekeringen in een motor is een andere montagetechniek nodig. Het oppervlak van de as moet schoon en droog zijn. Gebruik geen olie of smeermiddel. De oliekering is voorzien van een plastic kraag die over de as past. De oliekering wordt met de kraag aangebracht. Soms zijn speciale gereedschappen nodig voor de montage. Nadat de oliekering is aangebracht, kan de kraag verwijderd worden en moet de as twee keer gedraaid worden. De afdichting heeft vervolgens minimaal 4 uur nodig om zich aan te passen aan de as. Vanuit de oliekering wordt de PTFE overgebracht naar het oppervlak van de as voor een afdichting met weinig wrijving die zeer lang meegaat. Bij de achterste oliekeringen van de krukas worden de behuizing en de pakking van de oliekering vaak gecombineerd in één onderdeel. Deze kering wordt een geïntegreerde oliekering genoemd en biedt een betere afdichting. Vanwege het ontwerp van deze geïntegreerde oliekeringen kunnen de afzonderlijke onderdelen van de oliekering niet vervangen worden en moet de eenheid altijd in zijn geheel vervangen worden. Deze module kan daarnaast ook de krukassensor en de encoder bevatten. De meest voorkomende fout die monteurs maken bij het aanbrengen van PTFE oliekeringen is dat ze tijdens de montage smeermiddel gebruiken. Of ze monteren de oliekering zonder een huls of speciaal gereedschap te gebruiken. In beide gevallen zullen vrijwel direct lekkages optreden. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.